Yo-ho-ho! Merry Christmas! Ik wens jullie allemaal hele fijne en warme kerst toe. Ik hoop dat iedereen rond jullie gezond is en dat jullie veel kussen en knuffels krijgen van de mensen die jullie graag zien. Nu, het is kerstmis. En wat is kerstmis zonder cadeaus? Niks. Kerstmis is enkel en alleen gemaakt en het wordt enkel en alleen nog gevierd om te kunnen kapitaliseren, om veel cadeaus te verkopen, bla bla bla. Ik heb ook een cadeau gekregen. Waar is mijn present? Het is belangrijk dat als je een cadeau geeft, dat de verpakking niet weggeeft wat is. Ik heb dit gekregen. Het is een skateboard. Dat heb ik gekregen van de boys van Supercontent. De jongens waarvan ik 2 keer een vraag heb gekozen in De Slimste Mens. De jongens dat ik al 2 jaar aan het skippen ben om een video mee te maken. Omdat ik ben niet zo goed met planning. Zelf een leuke Polaroid foto met dit cadeau. Waar ik niet op sta. Maar het cadeau wel. Kijk, dit cadeau is zo wild. Dat ik een video ga opnemen met jullie. Kijk, begin januari wanneer jullie tijd hebben. Ik maak me veel plezier een video met jullie. Ik ben half omgekocht om dat te doen door dit cadeau. Maar ik moet wel... Dit kan toch niet? Boys, dank wel. Merry Christmas aan jullie. Als jij een van die mensen bent die last minute nog cadeaus moest zoeken op een tweedehands site, zoals mij, dan ben je waarschijnlijk enorm veel in de problemen gekomen met die chats. Het is geen geheim dat de chats op tweedehands sites echt helemaal nergens over gaan. Daarom heb ik daar ook al een paar keer video's over gemaakt. Dat ga ik alleen nooit meer doen door waar vorig jaar is gebeurd. Ik heb dus een video gemaakt, verkopers boos maken met domme vragen op Facebook. Dan had ik daar deel 2 van gemaakt omdat deze video zo goed ontvangen was. Die video is verwijderd. Dat waren die video's van ik heb mijn video maar verwijderd. Waar dat ik dan afgeschreven werd als ik hij die jonge kinderen aan het belachelijk maken was en zo. Ik maak nooit meer een video waarin ik mensen troll met chats op Facebook Marketplace en op al die andere tweedehands sites. Gelukkig moet ik dat helemaal niet zelf doen. Hallo, ik wil het wel kopen voor 550, dan kom ik hem vandaag ophalen. Sorry. Het is een vaste prijs. Nooit afdoen van je prijs. Ook al willen mensen er zo onderbieden en shit. Als je een prijs hebt, moet je je daaraan houden. Stand your ground, soldier. Walgelijk persoon ben jij. Ik hoop dat je de k***er achter je hartkleppen krijgt waar de dokter niet bij kan. Mensen zoals jij verpesten dit land en maken het onmogelijk voor echte PS5-fans om te kunnen genieten. Omdat jij zo graag je eigen medemens het leven zuur wilt maken om een klein beetje geld te winnen. Jij bent echt zielig. Gelukkig is hij daar gestopt. De wereld is beter af zonder jou. Pleeg alsjeblieft zelfmoord. Lachende smiley met een duim. Vanaf dat je het gesprek niet meer face-to-face moet voeren met iemand, is iedereen zo. Zegt hij nog vriendelijk, sorry, het is een vaste prijs, komt hij 4 minuten later met dit Kalashnikov-bericht. Een gefrustreerde PlayStation 5 van. Kijk, ik kan erin komen, ik heb zelf ook veel te veel fucking geld betaald voor mijn PS5. Was het de moeite? Zeker niet. Ik ga in op je bot van €32 exclusief verzendkosten. Wat heeft mijn ex ermee te maken? Huh? Ex is exclusief verzendkosten. Ik snap u niet. Bot wat u heeft gedaan, daar komen nogal verzendkosten overheen. Of u moet ze komen halen. Ik zie ervan af. U kent mijn ex blijkbaar. Deze chat is ook nog verder gegaan. Jammer genoeg hebben we daar geen info over. Ik heb vroeger heel veel dingen online verkocht. Vooral kleren dan gewoon tweedehands en dat allemaal verkocht. Meestal waren dat gewoon skate t-shirts en zo. Niet echt dure dingen. Maar 1 keer had ik Gucci schoenen online gezet. Die zijn redelijk duur. Ik denk dat ik die verkocht heb voor €850 of zo. Veel mensen willen dat niet gewoon storten. En dat ik dan die schoenen opstuur. Want zo kunnen dat die fake zijn. Dus die mensen spreken dan af om naar hier te komen. Met cash. Om dan te checken dat die schoenen of hij echt goed is. En dan die transactie zo te doen. Ik spreek af met die guy, hele vriendelijke guy, om naar hier te komen. Hij komt toe met 6 man. En echt 6 man, echt 6 grote boys. Gewoon ready to fucking punch the shit out of me, dat dacht ik. Ze waren heel vriendelijk. Maar die zijn er maar 6 in mijn huis gekomen. En 3 daarvan waren zo mensen die mee waren om te legit checken. Om te kijken of dat de echte schoenen waren en hoe de staat was en zo. Uiteindelijk, het waren gewoon echte schoenen. Ik had een video gemaakt op YouTube waar ik die ben gaan kopen. Dat was echt fucked up, man. Hij had gewoon 5 bodyguards mee. Hallo, Artie. Ik wil het wel kopen voor €40. Sorry. Is te laag. Zoals ik zei, hey, nooit afgaan van je prijs, man. Behalve als je deze guy bent. Je mag het ophalen voor €50. Hallo? Wil je het hebben voor €35? Dan mag je het komen ophalen. Yo, je mag het gratis komen ophalen. Soms als het weg moet, moet het gewoon weg. En dan ga je van 40 naar 50 naar 35 naar gratis. Dat is een goede verkoopstechniek, man. Hierbij bied ik €150.000 op jouw Trustmaster T300 met Ferrari F1 wheel add-on en T3
pa. Ik weet niks van auto's, maar ik weet niet wat ik net gelezen heb. Het is zo'n F1 stuur. Ik denk niet dat dit echt is. Ik denk dat dit gewoon om thuis zo te spelen is op het ding. Dat dat de auto was. Beste Joey, het hoogste bod zit nu op 410 euro. Hij wil meer. Ja, je kan niet 150 euro bieden als er al een bod is van 410. Ja, wat boeit dat? Ik doe alleen een bod. Hij doet gewoon een bod. Hij wil er voor de rest niks mee te maken hebben. Hij laat gewoon even weten dat hij ook in de game zit en hij ook geïnteresseerd is in de Trustmaster T300 met Ferrari F1 Wheel Add-on en T3PA. Oh, het was close. Shit. Ik heb het einde al gechoked. Hallo, ik stond voor je deur, maar je deed niet open. Ik heb 5 keer aangebeld. Maat, sorry, ik zat te schijten. Sorry. Oké. 10 minuten lang? Ja, vanmorgen Indiaans gegeten. Klik-klakjes van gisteravond. 100.000 keer sorry man, ik kom anders wel naar jou nu. Ook leftover Indiaanse chap is sowieso lethal voor het toilet de volgende dag. Dat weet iedereen. Soms als ik thuis ga gaan eten, is het de volgende dag op de wc ook niet nice. Dan voelt het alsof ik gewoon een flesje tabasco in mijn reet aan het gieten ben. Zoals dat je openingszin hebt op Tinder, die volgens mij nooit werken, tenzij dat je echt iets heel creatief en origineel hebt, heb je ook verkoopzinnen op Marktplaats. En deze werken soms gewoon wel. Ik heb een vraag over Yamaha keyboard. Hoeveel pk heeft die Yamaha? Met vriendelijke groet. 500 pk. Gelijk loesoe. Je weet toch, Popo ziet jou, je zet die shit aan en gone. Verkocht. Easy, case closed. Money is in the bank. Dit is een korte. Hallo Maarten, is het nog steeds te koop? Ja. Heb je interesse? Nee. Klaar. Dan. Hij wil gewoon even weten of dat nog te koop was. Ik moet de afspraak helaas verplaatsen. Het spijt me heel erg. Mijn vriendin is aangevallen door een zwaan. Nu bij de eerste hulp. Soms zouden mensen je online niet geloven en moet je gewoon met de harde waarheid komen. En als je dan met zo'n dingen komt als mijn vriendin is aangevallen door een zwaan, ik zit nu bij de eerste hulp, ik kan niet komen, is dit of legit of gewoon een heel creatief excuus. Het is misschien wel leuk om de video hiermee af te sluiten. In mijn tweedelige Facebook Marketplace serie, jammer genoeg is moeten stoppen door technische problemen. Dus het deeltje in de video waarin ik ga kijken naar tweedehands spiegels, omdat het niet zo makkelijk is om een foto te nemen van een spiegel zonder dat je zelf in de reflectie staat. En zo kwam je soms echt op fucking nice selfies. Zoals deze. Als je goed kijkt, zie je gewoon bal en zak. Ja, dit is gewoon clean. Het is gewoon een goede spiegel. Je will love this shit, man. Ik hou hier echt van. En het zit nu weer te branden bij mij om dit zelf ook te doen. Want het is gewoon te leuk om te lullen met mensen die dingen aan het verkopen zijn op Facebook. Misschien probeer ik wel nog eens een video te maken. Maar dan ga ik wel echt moeten oppassen. Want als dat nu nog eens gebeurt met exact hetzelfde, ja, dan ben ik wel geneuken, man. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie hot hebben gelachen en zo. Geniet van jullie avond. Geniet van de komende dagen. En ik bedoel, ik blijf gewoon door uploaden tot het einde van december. Zoals je is verveeld, of je hebt niks te doen, of je hebt het volledig gehad beneden om te praten met je nonkel over waarom dat je nog geen lief hebt. Dan kan je altijd naar je camera gaan en gewoon checken naar mijn video. Merry Christmas. En tot de volgende keer. Ik hou van jullie. Jojo. Hey, check die bumper. Oh, fuck. Ik was... All the love, all the fucking power. Ik vergeet het soms. Ik weet ook niet hoe het komt. Hey, bedankt om te kijken. Yo-yo! He took the bomb!